Goedemorgen, ik ben Jan van Marlen en ik werk bij Toscon. Tip is dat trailer service. En we gaan langs de scholen om voor de Dode Hoekspiegel in samenwerking met Veilig Verkeer Nederland. Pakken we de scholen in Ommen en de naastliggende buurtdorpen. Om daar de kinderen daar wat bij te brengen over de Dode Hoek. De Dode Hoek die bij sommige ouders wel aardig groot is. En om ze dat nou zelf te laten zien en achter stuur te zetten, kunnen ze ook echt beleven wat eigenlijk de Dode Hoek is. En zodoende hebben ze er meer begrip voor, voor de veiligheid. En dus wordt door de Toscon aangeboden om dit op vrijwillige basis te doen. En de auto wordt daardoor beschikbaar gesteld. Oké, jongens en meisjes. Om te beginnen, wat fijn dat we hier mogen zijn. Ik zal mezelf even voorstellen. Mijn naam is Astrid. Ik werk voor Veilig Verkeer Nederland. Wat Veilig Verkeer Nederland allemaal doet. Een van de dingen die we er ook voor doen is een les over de Dode Hoek. Daarvoor zijn we vandaag hier. Dus, maar goed, daar ben ik benieuwd. Wat weten jullie van de Dode Hoek? Is er iets van de Dode Hoek dat je al weet? Wat weet jij van de Dode Hoek? Daarvoor allemaal dingen zijn gemaakt, zodat de Dode Hoek er niet meer echt zo dodelijk is, zeg maar. Ze hebben van alles verzonnen om die Dode Hoek wat minder groot te maken, hè? Ja. Weet je ook wat ze hebben gedaan? Achteruitrijcamera's. Ja. Camera's die achter de vrachtwagen zitten. En meer spiegels. Dode Hoek, waar denk jij bijvoorbeeld aan? Nou, een fiets en een vrachtwagen. Nou, een fiets, daar zit meestal gewoon iemand op. Ja. En dat als die naast de vrachtwagen gaat rijden. En de fiets wil bijvoorbeeld rechtdoor en de vrachtwagen naar rechts. Alleen de vrachtwagen kan de fietser dan niet zien. Dus okay. Dat is gevaarlijk. Fietsen wil rechtdoor, vrachtwagen wil rechtsaf. Ja, als hij jou daar niet kan zien, en dit is namelijk één belangrijke Dode Hoek waar de chauffeur jou heel slecht kan zien. Als hij je niet ziet en hij slaat rechtsaf, kan hij dan rekening met je houden? Als het lastiger is om mij nog te zien, moet je ervoor zorgen dat je nooit in deze positie terechtkomt. Blijf daarom altijd rechts en ruim achter een vrachtauto. Hey jongens en meisjes, het is gelijk één van de vuistregels. Als je een vrachtwagen van achteren nadert, ga er dan nooit langs rijden en ga er ook nooit naast staan. Maar blijf er rechts en ruim achter de vrachtwagen. Hier staan is ook niet zo slim. Niet zozeer omdat het een dode hoek is, maar het is wel een gevaarlijk punt. Waarom zou deze plek heel gevaarlijk kunnen zijn? Ik sta nu ongeveer een meter afstand van de vrachtauto. Maar als de vrachtauto begint te rijden en een bocht maakt, komt de achterkant van de vrachtauto steeds dichter en dichter. Totdat hij zelfs nu over de pion heen is. En dat houdt in dat je op een hele gevaarlijke positie staat. Als je in het verkeer een vrachtauto tegenkomt die voor een kruising staat te wachten, stop er dan zeker niet naast. Maar blijf er rechts en ruim achter stilstaan en wacht met wegfietsen tot de vrachtauto is weggereden. Er zijn natuurlijk niet alleen vrachtwagens hebben een dode hoek, hè? Dus bussen hebben een dode hoek, trekkers hebben een dode hoek. Bij een trekker zit hij bijvoorbeeld bij het grote achterwiel. Ja, eigenlijk alle grote voertuigen hebben wel een dode hoek. We beginnen met vraag 1. Kijk maar mee. Jullie zien een vrachtauto bij een kruising wachten. Hij geeft met zijn knipperlicht aan dat hij rechtsaf wil. Waar ga jij nu met je fiets staan wachten? A. Op de stoep. B. Rechts zo ver mogelijk naar voren. Of C. Ruim achter de vrachtauto aan de rechterkant. Je tijd gaat nu in. 3, 2, 1 en stop. Allemaal goed, gaan we dat was de eerste vraag. Nu snel door naar vraag 2. Als ik oversteek bij een vrachtauto, blijf ik er 5 meter bij vandaan. Dat is A. Overdreven. B. Veilig. C. Alleen nodig als de chauffeur mij niet kan zien. De tijd gaat nu in. 3, 2, 1 en stop. Gaat het goed? Goed vasthouden. Nou, is dat de eerste keer of heb je vaker zo'n groot auto gezien? Nee. Spannend, hè? Ga je er even voor staan, jongens? Net als net? Au. Nou, waar zijn ze? Voor de vrachtwagen, maar ik zie ze niet, hè? Maar, kijk eens. Oh, daar, ja. Ja,
Dus is er een spiegel vooraan, hè? Had me net geleerd. Jongens, loop een stukje naar de pion toe. Stop eens. Zie je ze nou? Een klein beetje. Ja, maar je gaat iemand voorover, dan kun je ze net zien, hè? Maar in de spiegel zie je alleen de tenen nog een beetje, of niet? Ja. Onderkant. En als je nou kijkt hoeveel meter er was, gaan we eens iets staan. Hoeveel meter is er van die? Dat was 3 meter, hè? Ja. Dus eigenlijk is het beter nog iets verder. Want hoe kleiner als je bent, des te minder kunnen we je zien. Dus dat is de afstand minimaal 3 meter. Zie je ze nou? Ja, via die spiegel. Via die spiegel, hè? Dat is de fietsenspiegel. Gaan jullie een stukje bij? Stop maar. Dat is nog easy, vind je niet, hè? Dan zal ik even voor jou de deur los doen, dan kun je zien. Maar dat ze er wel zijn, zie je dat? En je zag ze helemaal niet. Nee. Dus dat is de dode hoek, hè, dat je ze niet ziet. Dan zal ik even laten zien wanneer je ze wel ziet. Kom rijden hier, hè. Dus als wij eraan komen rijden met de vrachtwagen, je staat daar, blijf je gewoon staan. Dan ga je niet even 2 meter bij, maar dan zien we je niet meer. En ik wist dat je er stond en ik kan je in die spiegel zien. Ga er maar eens even kort voor staan dan. Nee, Britt. Allebei kort ervoor. Kort ervoor. Jij ook. Kort, hier tegenaan. Hier staan. Maar je ziet ze wel of zie je ze niet? Jawel. Oh ja. In die spiegel. Ja. Goed gezien. Die pion zie je die ook voor de auto? In de spiegel? Ja. Maar uit het raam kijk, zie je hem niet. Je vader gaat niet achter stuur staan, dat doet hij niet. Nee. Nee, dat doet hij niet. Nou jongens, loop maar eens even naar de pion toe. Ga gewoon lekker zo als je vader. Hoe zit je vader achter stuur? Zo, ja. Nou, loop maar naar de pion. Zie je ze al? Als ik zo zit, ze wel, ja. Ja, zit je vader heel erg zo achter stuur? Nee. Zo, lekker. En zie je ze niet? Nee, alleen daar. Ja, iets nog in de voeten. Niet helemaal meer. Kijk, dan gaat hij een gevaarlijk doen. Nou, een klein stukje nog. Stop maar. Nou, nu zie je ze. Ja, als ik zo ga zitten. Ja, en hoeveel meter is er van die voor Rodo? Hoeveel meter is dat? Dit is voor 3 meter. 3, 4 meter wel. Dus nooit kwart voor Rodo langs lopen, maar 4 meter. 3 meter. Hè? Zie je ze nou ook dan? Ja, daar. In de spiegel. Ja. Gaan we een stukje terug? Heel iets nog. Nou dan, zie je ze nou ook? In de spiegel? De schoenen. Alleen de schoenen? Ja. Oh, nou. Nog 10 centimeter verder naar achter toe. Stop maar. Nou zie je de schoenen ook niet meer. Maar ze zijn er wel. Nee. Ja, hoe weet je dat dan? Ja. Je zag ze niet meer. Want je stond eerst hier met de fiets en toen schrok je. En toen ging je op de stoep staan. Hé, en toen zegt hij, ze keek net naar die kant en je bent in één keer weg. Ja. Dus dan denk je, hé, waar is hij nou gebleven? Kijk, we staan er wel, hè? Zie je dat? Ja, joh. Nou, loop maar even een stukje terug en dan moet je zeggen wanneer ze ziet. Zie je de hoofd, maar? Ja, nee, ja. Alleen het haar. Nou, loop maar eens een klein stukje terug. Nou zie je ze uit het raam, hè? Misschien ja. Nu verder als er is. Ja? Ja?